Welkom bij een nieuwe uitzending van Studio CRV. We gaan het hebben over voer voor de boer met voerefficiëntie als centraal thema dit keer. En hier aan tafel drie tafelgasten die ik hartelijk welkom wil heten. Allereerst hier naast me Gerard Meerkerk, helemaal vanuit de Emmer Compascum richting Arnhem gekomen. Welkom dat je hier wil zijn. Een van de veehouders ook die meedoet aan de voerproeven voor voerefficiëntie bij CRV. Dus blij dat je daar wat over wil delen hier vanmiddag. Daarnaast Joris van Laarhoven, specialist veestapelmanagement bij CRV. En ook al heel lang met voerefficiëntie bezig. Hè? Dus welkom vanuit Vlaanderen deze kant op gekomen ook. Dankjewel. En dan eigenlijk de thuiswedstrijd bijna voor Pierre Litjens uit Ewijk. Ook melkveehouder. Welkom dat je hier ook wilt zijn. Je bent niet een van de bedrijven die meedoet aan de voeronderzoeken, maar je bent wel heel erg met voerefficiëntie bezig. En in die zin ook uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Dus dank dat jullie er willen zijn. En Joris, om met jou te beginnen. Waarom vandaag eigenlijk het thema voerefficiëntie gekozen voor dit webinar? Goede vraag, denk ik, Floris. Nu, waarom? Ik denk twee dingen. Eén is toch wel globaal. Hè. Als we kijken op wereldvlak, wat er aan het gebeuren is, dan is de wereldbevolking gigantisch aan het groeien. Dat komt het plaatje nog mooi aan, denk ik. Dat die wereldbevolking gigantisch aan het groeien is, en langs de andere kant, de beschikbaarheid aan grondstoffen om voedsel te produceren, die komt steeds meer onder druk. Dat is niet alleen bij ons zo. Ja. Dat is eigenlijk wereldwijd zo. En eigenlijk zijn we met z'n allen stilletjes aan onze wereldbol op onteten. Ja. Daarvoor om de mensen te kunnen voelen. Kijken we dan specifiek naar Nederland en naar Vlaanderen. Ja, als we dan kijken wat er de dag van vandaag qua wetgeving, qua druk op milieu allemaal bezig is. De beschikbaarheid aan grond, de beschikbaarheid aan grondstoffen wordt steeds moeilijker. Ja, en dat betekent dat we heel efficiënt zullen moeten omgaan met de beschikbare grondstoffen dat er nog zijn om onder andere melk en vlees van te produceren. Dus het speelt wel heel erg de dag van vandaag. Ik wil daar nog één dingetje aan toevoegen, want uiteindelijk zijn wij als CRV, passeert straks ook nog wel, best al een aantal jaren bezig met data te verzamelen rondom voerefficiëntie, om dit, onder andere dit verhaal vandaag te kunnen brengen. Ja. Nu, in studieclubs bracht ik al wel eens het verhaal, oké, waar staan we nu, waar zijn we mee bezig? En een paar jaar terug, dan waren de mensen allemaal altijd heel geboeid aan het luisteren. Ja. Maar als ik op het eind van de avond vroeg van wie gaat hier nu echt wat mee doen, dan was dat misschien 1 op de 20 boeren dat dacht van oké, moet ik misschien toch wel eens overwegen. Maar vandaag is dat totaal anders. Ja. Ik merk dat vandaag heel erg speelt. Vroeger kreeg ik al snel de reactie, maar die bultruvoer moet ook op. Ja. En vandaag, ik zie die bultruvoer bij heel veel mensen niet meer zitten. Hè? Want ze moeten het gaan aankopen en het besef van ook ruwvoer is gewoon een dure grondstof. En om ruwvoer weten te komen, hoegenaamd, dat je het moet gaan kopen. Ja, het wordt steeds een moeilijkere oefening. Dus ik merk, als ik vandaag die vraag stel, wie gaat daar wat mee doen, dan gaan er veel meer handjes omhoog. Ja, hè? Ja. Daar hoor jij ook bij, Pierre, als Joris die vraag stelt. Wie doet er wat met voerefficiëntie? Klopt inderdaad. Ja, nou, vanuit het verleden natuurlijk in de voerwereld gewerkt. Ja, jij bent adviseur geweest bij CRV Landbouwbelang, voorganger van Agrifirm, hè? Ja. En dus geïnteresseerd in voer. En 10 jaar terug is ik uitgerekend wat naast de krachtvoerkosten ook onze ruwvoerkosten zijn. Ja. En dan schrik je hoeveel dat het kost voordat het achter in een bult zit, in een kuilbult zit. En als we nou 10 jaar verder kijken en je ziet waar die kosten daarvoor gestegen zijn, en de kosten van rente van de grondpacht, bewerkingskosten, diesel, kunstmest, dat is gigantisch, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ja. En jullie zijn ook intensiever geworden door de tijd heen als bedrijf, toch? Hè? Ja, klopt. 10 jaar terug zaten we op ongeveer 15.000 liter melk per hectare. Tegenwoordig zitten we op 25.000 liter. Ja. En daarmee ben je dus nog veel afhankelijker van die voermarkt. Ja. En die voermarkt die wordt grilliger en de beschikbaarheid van grond wordt, wordt moeilijker. Ja. Dus het belang om iedere kilo voer die gewonnen wordt, om die efficiënt te benutten, dat wordt steeds belangrijker in mijn ogen. En dat heeft dus ook financiële gevolgen voor je bedrijf dan, als je die efficiëntie verhoogt? Ja, als je ziet dat onze totale voerkosten, inclusief ruwvoer en bijproducten, op 21 cent per kilo meetmelk zitten. Ja. Als je dan een verschil kunt maken van 10%, wat heel makkelijk kan, dan praat over heel veel geld. Ja. Dus dan, dat is een must om
om een kostprijs mee in de hand te houden. Ja, dus jullie zijn er behoorlijk mee bezig. Ja. Oké. Okay. Nou, en Gerard, jij, zoals gezegd al, een van de bedrijven waar ook data verzameld wordt voor vooropname, individuele vooropname van koeien. En waarom heb jij je in 2019 aangemeld om daar aan mee te gaan doen? Zijn we al vele jaren bezig met de voerkosten en het gebruik van voer. We hebben ook een intensief bedrijf. We zitten bij ongeveer 30.000 kilo melk per hectare. Dus we zijn gewend voer aan te kopen en te kijken welke voersoorten we aankopen. Dus op groepsniveau, op koppelniveau zijn we altijd druk om te kijken van hoe kunnen we die voerkosten in de hand houden. En hoe maken we het rantsoen zo optimaal mogelijk. Ja. In die zin ligt daar onze focus en onze interesse. En CRV, tijdens een gesprek met CRV... kwamen hun met het idee om de genetische aanleg van stieren daarin te onderzoeken. En niks is interessanter eigenlijk om te kijken wat dat voor invloed heeft en wat daar de verschillen in zijn. We dachten dat dat toen, dat is nou een 4 jaar geleden, dat de eerste gesprekken er waren, ja. Dat die invloeden wel misschien wel beperkt waren. Hè, dat het vooral aan de voeding zelf lag. Yeah. Maar in die zin is eigenlijk niets is minder waar. Hè. Er komen gewoon heel verrassende dingen aan het licht. Ja. Met die metingen. Ja. Dus wat dat betreft heeft het jouw nieuwsgierigheid wel gevoed, zeg maar. En kun je daar ook wel echt mee verder met die cijfers ook die er... Absoluut. We zien dus gewoon zulke grote verschillen tussen de koeien. Ja. Dat daar nog veel meer aan te verdienen valt als we eerst dachten. Ja. Als je ziet op ons bedrijf dat gewoon de genetische aanleg tussen de laagste 25% zo 1,25 voerefficiëntie is. Hm. En de hoogste wel 1,9. Dat is een enorm verschil. Ja. Dat verwacht je niet. Verwacht je niet, nee. Een van jouw collega's die ook meedoet in die voerproef is Wietse Duursma. Ja, klopt. Hier vandaan gezien woont hij redelijk dicht bij jou, hè? Ook in het noorden van het land. Klopt. En daar hebben we een filmpje gemaakt en die willen we nu eventjes instarten. Dat is goed. Mijn naam is Wietse Duursma. We zijn hier op mijn melkveebedrijf. 300 melkkoeien, 150 stuks jongvee. Op een 100-tal hectares hier in het zuidoosten van Groningen. Hier woon ik samen met mijn familie. Ik ben heel erg geïnteresseerd in voerefficiëntie. Dat heeft denk ik te maken met de intensiteit van dit melkveebedrijf. Ja, we meten inmiddels 3 jaar op dit melkveebedrijf. En toen we begonnen dachten we al heel veel van voerefficiëntie te weten. Ik denk dat dat deels ook zeker zo is. Inmiddels heb ik ook geleerd dat door hetzelfde te gaan meten, komen echt nieuwe inzichten naar boven. Het eerste nieuwe inzicht is dat je voeropname echt moet gaan meten. We hebben allemaal aannames en voorspellers en die zeggen natuurlijk ook al wat. Voor mij praktisch vertaald, ik heb soms 2 koeien die hetzelfde produceren, die er op dezelfde manier uitzien, maar heel verschillend zijn in het opnemen van voer. Nou, als je dat niet meet, heb je geen idee. Nou, het tweede inzicht is dat de verschillen tussen de koeien die goed zijn en de koeien die minder goed zijn voor voerefficiëntie veel groter zijn als ik vooraf had gedacht. Maandelijks zie ik in de cijfers dat de koeien die wat minder zijn voor voerefficiëntie van 1 kilo voer 1,2 kilogram melk maken, terwijl de groep koeien die goed is voor voerefficiëntie van diezelfde kilo voer 2 kilogram melk maakt. Het derde inzicht dat ik gekregen heb heeft te maken met de opbouw van voerefficiëntie. Ik had vooraf het beeld dat koeien die goed zijn voor voerefficiëntie dat vooral doen uit krachtvoerachtigen. Nou, op mijn bedrijf zie ik, want wij meten zowel het mengvoer als ook de krachtvoerachtigen, dat die koeien die heel goed zijn voor voerefficiëntie, die doen dat relatief op een heel groot aandeel ruwvoer. Die verschillen in voerefficiëntie, als ik die vertaal naar een huidige melkprijs van ongeveer 50 cent, een krachtvoerprijs van 35 cent en een ruwvoerprijs van ongeveer 25 cent, dan betekenen die verschillen tussen de goede en de minder goede koeien concreet op mijn bedrijf 3 euro per koe per dag. De rol van voerefficiëntie in mijn fokkerij is sterk veranderd, met name door die nieuwe inzichten die we gekregen hebben. Voerefficiëntie is inmiddels veel zwaarder ingewogen in ons fokdoel. En daarnaast selecteren wij alleen nog stieren die hoger scoren dan 106 voor voerefficiëntie. Ja, als je dit zo bekijkt, Pierre, wat zie je dan? Of wat valt je op?
het valt op dat die verschillen gigantisch zijn. Dat is echt een eye-opener, dat die verschillen zo groot zijn. Als je ziet dat die impact, die is veel groter eigenlijk nog als wat je met rantsoenaanpassing bereikt. En ook interessant is denk ik om te horen dat het uit ruwvoer, dat dat ook heel efficiënt verwerkt wordt. Ja. En ik denk dat het dan ook een goede is, ook voor bedrijven bijvoorbeeld die extensief zijn. Nou, een aantal intensieve dingen genoemd. Ja. Maar dus ook voor bedrijven die extensief zijn, is het van groot belang dat het dus ook op ruwvoer, juist die koeien daar ook heel goed mee om kunnen gaan. Precies. Maar had jij verwacht dat de verschillen zo groot zouden zijn tussen koeien? Want Bietse noemt zelfs, zeg maar, in de meest extreme van 1 kilo tot 2 kilogram melken, meetmelk per kilo droogstof. Had je verwacht dat het zo groot zou zijn? Nee. Dat is echt een eye-opener. En wel van heel groot belang. Als we kijken natuurlijk naar de pluimveehouderij, naar de varkenssector, die zijn er al heel lang mee bezig. En in de melkveehouderij, ja, vaak wordt de kosten voor ruwvoer zijn vaak niet in beeld. Nee. En daar wordt heel makkelijk overheen gestapt. Maar goed, als je in beeld hebt wat het kost, dan wordt het ook duidelijk hoe groot het financieel verschil is, voor wie iets ook aangeeft. Ja. Wat voor invloed dat heeft op het rendement op het bedrijf. Nou ja, 3 euro per koe per dag, wat hij zegt, dan telt dat borst aardig aan. Hè? Ja. Zeker als je een flink koppel koeien hebt. Ja. Ja. En Gerard, jij hebt misschien wel wat herkenningspunten in datgene wat Wiets heeft verteld? Nou, eigenlijk zien wij hetzelfde op ons bedrijf. Ten eerste vind ik heel opvallend dat je niet kan zien aan de koeien welke er efficiënt zijn. Ja. Je zou dus verwachten, wat we in het verleden dachten, dat een koe die heel efficiënt produceert zichzelf eigenlijk weggeeft. Ja. Sterk vermagerd als die in de topproductie zit. Ja. Dat is dus eigenlijk niet zo. Nee. En dat is alleen maar mooi om daarmee verder te gaan. Ja. Want een koe die vermagert, dat wensen we niet. Nee. Die zal slecht vruchtbaar zijn. Die zal, was dat voor jou een eye-opener, Gerard? Eigenlijk? Dat was een hele grote eye-opener, ja. Ja, en dat de verschillen zo groot zijn, wat Wiets ook aangaf, dat kan ik beamen. Dat die verschillen, wat ik net ook noemde, die verschillen enorm groot zijn. Ja. We hebben wel koeien gehad die op 2,2 zaten van 1 kilo droge stof. Meetmelk, dat is wel meetmelk, maar fruit is enorm veel. Ja. En die koeien die herkende je ook niet. We hebben wel groepen gehad die bij ons kwamen kijken. En dat we 3 koeien naast elkaar zetten en zeg het maar. Welke is het efficiënt? Ja, en dan kwam je toch ongeveer op 1/3 uit die het goed had. Het was gewoon een gok, zeg maar. Het was gewoon een gok, ja. Dus, en dat is, dat is mooi. Ja. Leuk. Nou hebben jullie als CRV, Joris, hebben jullie ook die hele groep koeien, niet alleen die van Gerard, maar ook die van Wietse en van de andere bedrijven, dus alle 5 in totaal, ook eens op een hoop geveegd. En daar is een analyse van gemaakt. Hè? Van wat zie je nu in die groep gemiddeld. Hè? Kun je ons daar wat in meenemen? Ja, uiteindelijk heel graag. Dat is, dit is de basis van alles, denk ik. Hè. Zoals Gerard die voerproeven doet, doen we dat dus bij 4 andere collega's van ook in totaal op 5 bedrijven. Concreet komt het erop neer, jaarlijks meten wij van 2500 koeien de voeropname. Ja. We koppelen dat aan de dagproductie in meetmelk en zo berekenen we eigenlijk de voerefficiëntie van individuele dieren. Over al die jaren heen betekent dat wij intussen van ruim 10.000 koeien die gegevens hebben vastgelegd. Ja. En die 10.000 hebben we dus opgesplitst in dit schermpje in de groep 25 best presterende ten opzichte van de 25% minst presterende voor voerefficiëntie. Ja, en dan valt het ook weer opnieuw, eigenlijk dan grote koppels bij elkaar pakken toch wel die verschillen op. En die betere koeien op 1,88 kilo's meetmelk per kilo voer ten opzichte van de mindere 1,38. Dat zijn toch forse verschillen. Ja. In principe komt er dat op neer. Het is toch een halve kilo meetmelk per kilo voer dat je op dat vlak extra kunt creëren. Nu, vanuit de vraagstelling komt van veehouders, kwam ook al wel naar voren naar aanleiding van, van deze studio CRV. Van oké, gaan we niet naar krachtvoerkoetjes fokken, gaan we niet naar te tengeren, te smalle koetjes fokken. Ja. Kijken we naar het lichaamsgewicht, ja, dan zie ik tot die top op voerefficiëntie ten opzichte van de andere een verschil van 20 kilogram in lichaamsgewicht. Nou, ik kan dat niet zien, ik weet niet van mijn collega veehouders, dat zou ik kunnen zien, maar van 20 kilo maar meer of minder weegt, 100 of 200, daar wil ik me nog aan wagen, maar 20 echt niet. Nee. En daarnaast is productie natuurlijk een belangrijke factor. Hè? Dus het valt wel op dat dat dieren zijn die dan inderdaad qua dagproductie op een hoger niveau zijn, maar concreet rondom voerefficiëntie is denk ik de belangrijkste
naast die productie, als je dan kijkt naar de droge stofopname, hè, ja, dat toch bijna een kilogram verschil op zit in droge stofopname, dus de hoogproductievere dieren die dat goed scoren vervoerefficiëntie, doen dat met minder vuur. Met minder voer. En daarbij valt dan op, wat dat Witsen ook al net vertelde in de film, ze doen dat eigenlijk met een relatief laag aandeel krachtvoer, hè, want ze nemen ruim 9 kilo's krachtvoer op, met die mindere groep, 8,8, uiteindelijk zit er 400 gram verschil krachtvoer op, waar die koeien 10 kilo's melk meer van maken. Ja. Dus daar zit een gigantisch verschil, zeker als je gaat kijken naar krachtvoerverstrekking per 100 kilogram melk, ja, dan komen die meest efficiënte koeien er eigenlijk voordeliger uit. Ja, want hoe was die vuistregel ook alweer, Pierre, hè? Vanuit de veevoeding? Ja, 1 kilo krachtvoer, 2 liters melk. Ja. Dus het CVB-boekje moet op de kop. Ja, nou ja, als je dan dus in die efficiëntie dus wat verhoogt, dan is het uiteindelijk 10 liter meetmelk meer, met 400 kilo of 400 gram krachtvoer, zeg maar. Ja, ja, of wat dat dan de definitie is, weet ik niet meer. Hieruit blijkt wel dat die koeien wel heel efficiënt met door die krachtvoerachtige omgaan. Ja. En dat ze dat dan eigenlijk met een ruwvoeropname van 13,4 kilogram doen. Dat betekent dat ze ook met dat ruwvoer gigantisch echt nog heel efficiënt weten om te gaan. Ja. Ja. En daar heb jij wel een mooi voorbeeld van, Gerard, hè? Want jullie hebben daar een keer wat mee geëxperimenteerd, toch? Ja, in die 3 jaar dat we nu die voeropname meten, zijn we ook een keer het ration wat aan gaan passen. Om te kijken wat ruwvoer, krachtvoerverhoudingen voor invloed heeft op de efficiëntie en op de cijfers die we al hadden. Ja, hebben we een keer een paar kilo krachtvoer eraf gehaald en het ruwvoeraandeel dus wat verhoogd. En wat zagen we? Dat eigenlijk de verschillen tussen de koeien wat groter werd. Dus de top presterende groep, die werd efficiënter. Nog efficiënter en de minste groep, ja, die bleef eigenlijk ongeveer gelijk. Ja. Dus de verschillen werden groter. Dus dat is voor ons ook het bewijs dat het met name de verschillen te behalen zijn op ruwvoervlak. Ja. En dat vonden we wel belangrijk, want het is niet zo gewenst om krachtvoerkoeien te vakken. Kun je het misschien een beetje vergelijken met kunstmest? Hè? Ik strooi heel veel kunstmest, nou dan groeit het gras al licht. En strooi je wat minder kunstmest, dan zie je dat de betere percelen toch nog goed zijn in de productie en de mindere percelen misschien alleen maar minder. Ja, precies. Ik denk dat daar wel mee te vergelijken is. Hè. Het zit toch in de genen van de koe, denk ik. Ja. En dan is dus gewoon echt die ruwvoerverwerking, die blijkt dus uiteindelijk inderdaad bij die beter scorende koeien dus gewoon eigenlijk nog beter te functioneren. Ja, precies. Dus na die tijd, na die proeven, hebben we wel structureel het krachtvoeraandeel verlaagd. In die zin zijn dan de krachtvoerkosten wel lager. De ruwvoerkosten die zijn zomaar niet lager. Dan moet je dus genetisch die efficiëntie verhogen. Ja. Dat kost wel even tijd. Maar straks zullen we nog even een sheet zien waar het ook wel echt tot in uiting komt. Ja. Ja. In het verleden zochten we wel eens een keertje, Pierre, naar de koe die zoveel mogelijk kon opeten. Ja, daar is inmiddels wel achterhaald. Hè. In het verleden inderdaad, zeker in kort een tijdperk, toen lag er overal veel voer. Ja. Er was voldoende aanbod. En we keken heel strak naar krachtvoerkosten. En ruwvoer, daar mocht eigenlijk zoveel mogelijk in. En tegenwoordig is ruwvoer is ook gewoon kostbaar en niet zoveel verhaardig. Dus het is niet zo, die bultvoer die ook gewoon veel geld heeft gekost, het is niet zo dat die opgevreten moet worden om de mestput te vullen. Nee. Daar moet echt wel melk van komen. Ja. En dat is denk ik de kern van dit verhaal. Ja, in het verleden had je ook niet veel handvatten. Misschien was dan ook gewoon een opname, een koe die veel verhad. Daar had je was een soort de hypothese van, die zal er ook veel melk van maken. Maar nu weten we meer in die zin. Eigenlijk dan Joris, of niet? Ja, ik denk dat absoluut. En als je kijkt inderdaad in de voerwereld, ik denk, natuurlijk is het zoals voeradviseur, hè, smakelijk rantsoen, een hoogwaardig rantsoen. Als dan die koeien maar veel opnemen, dan zal de melk wel komen. Dat was altijd de gedachte. Ja. En natuurlijk blijft rantsoen heel belangrijk, maar als je dan kijkt van oké, de verschillen met een kilo minder van de rantsoen, kunnen ze meer maken, die efficiënte koeien, dan liggen er daar ook kansen. Ja. Dus het moet samen op, denk ik. Ja, precies. Ja. We hebben kijkers die van plan waren om te gaan kijken ook uitgedaagd om wat vragen in te sturen. Er zijn ook wat vragen binnengekomen. En een van de vragen van de veehouders was van hoe berekenen jullie voerefficiëntie eigenlijk? Ja. Daar heb je ook een sheet van gemaakt. Klopt inderdaad. Joris. En eigenlijk de voorgaande sheet met al die gegevens van die 10.000 koeien, die zijn daarin eigenlijk leidend. Die gegevens zouden we daarin vastleggen. In concreet, hoe wordt die fokwaarde voerefficiëntie berekend? Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Kijk, we meten de voeropname van individuele koeien. Ja. En aan de hand daarvan berekende eigenlijk op basis van die voeropname een fokwaarde voor voeropname.
Daarnaast, ja, die dieren produceren melk. Ja. Hè, dat rekenen we om naar meetmelk. Hè, dus dat is daar wel een belangrijke. Maar dus eigenlijk vanuit de productiefokwaardes voor melk, voor vetpercentage, eiwitpercentage, gaat het vervolgens omrekenen. Wat betekent dat nu dat we dat omzetten naar meetmelk? En de combinatie van de twee, ja, dat geeft die fokwaarde voerefficiëntie eigenlijk aan hoeveel meetmelk produceert een dier uit 1 kilo droge stof voer. Ja. Waarbij dat we dat eigenlijk op een schaal van 100 weergeven. Hè, wat betekent dat dan? Oké, stieren met een fokwaarde boven de 100, die geven nakomelingen die dat beter scoren voor voerefficiëntie. Concreet het voorbeeldje hier, hè, stel dat je stieren gebruikt die dat de fokwaarden hebben van 104 voor voerefficiëntie, ja, dan zullen die dochters van die stier 2% efficiënter omgaan met dat verstrekte voer. De dag van vandaag kun je al richting 106, richting 108 denken. Ja. Er zijn stieren die dat al in zich hebben. Ja. Dat dan betekent dat toch 4% extra efficiëntie dat je eigenlijk in je veestapel fokt op die manier. Maar 4% dus meer melk. Ja, 4% meer melk, ja, met zonder dat eigenlijk de voeropname omhoog. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is zeg maar gewoon de praktische betekenis van ja, de fokwaarde. Ja. Oké, er zijn veel meer vragen nog binnengekomen. Hè? We gaan er ook nog meerdere behandelen zometeen. Maar er waren er ook wel bij, die gingen bijvoorbeeld over van de voederbieten. Of bijvoorbeeld voederbieten, wat doet dat met de voerefficiëntie? Nou, dat is echt een voedingsvraag, dus die hebben we maar even geparkeerd. Hè? We hebben het vooral over de fokkerij. Dus een beetje de lezersvragen die fokkerij gerelateerd zijn, die hebben we eruit gepikt. En die pakken we zo meteen wat op. En meer de echte voedingsgerelateerde vragen. Ja, daar zijn ongetwijfeld mensen die daar nog beter antwoord op kunnen geven dan wij waarschijnlijk. De opvolgers van Pierre al. Precies, ja. Ja, de opvolgers van Pierre inderdaad, die daar verder mee kunnen gaan. En we hebben ook eventjes gekeken naar wat is zeg maar het effect van jullie focus op voerefficiëntie, hè, binnen jullie bedrijf. Even gekeken naar, ja, wat is de genetische trend bijvoorbeeld? En allereerst krijgen we die van jou, Pierre, een grafiek rondom CRV-efficiëntie. En ja, hoe is het de ontwikkeling van de veestapel? Wat kun je hierover vertellen, Pierre? Wij zijn sinds 2015 afschaffing, quotering, echt meer op productie gefokken. Mm-hmm. Vanaf 2017 DNA gaan trekken bij onze dieren. Mm-hmm. En sindsdien ziet het daar die vooruitgang in eerste instantie op productie en later op CRV-efficiëntie, dat die gestaag gaat. Tenminste, wij zijn er heel tevreden over. Ja. Mooie van efficiëntie vinden wij dat het een combinatie is van en voer-efficiëntie en van productie, ook heel belangrijk. En daarnaast levensduur. Qua levensduur snijdt de mens ook aan twee kanten natuurlijk. Enerzijds het jongvee waar je op moet fokken, dat vreet ook ruwvoer op. Ja. Dus dat kost geld. En anderzijds, een vars heeft nog veel, maar die heeft een belangrijk gedeelte van zijn voer nodig voor uit te groeien. Ja. Terwijl dat natuurlijk bij een oude koe niet meer relevant is. Nee, dus jij kijkt eigenlijk iets meer naar CRV-efficiëntie dan puur naar alleen voerefficiëntie. Ja. Dat je gewoon die combinatie met levensduur en met productie eigenlijk gewoon wel een mooi kenmerk vindt. Ja. 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 En heb je voor jezelf daar een bepaalde ondergrens in ingesteld? Of hoe werk je daarmee? We streven naar dieren die boven de 110 scoren qua efficiëntie, CRV-efficiëntie. Ja, plus 10 is dat dan bij FWS. Eigenlijk dat is wel zo'n beetje het minimum waar je een beetje aan probeert vast te houden. Ja, en nou is het wel zo op het moment dat je, want die productie vindt natuurlijk belangrijk, maar dan komt al heel snel, het is niet zo dat je ineens hele andere stieren krijgt. Nee. Die stieren die in het verleden in ons fokdoel pasten, die komen nou eigenlijk nog merendeels bovendrijven. En dat is wel heel mooi om te zien dat het op die manier in dat getal gevangen zit. Ja. Ja. Ja, want jij noemde ook gehalte, hè, toen we een keer... Ja. Ja, ik denk dat gehalte ook belangrijk zijn in dit verhaal. Ja. Koeien produceren relatief makkelijk gehalte ten opzichte van veel liters. Ja. En gehalte zijn ook weer in een financieel verhaal van groot belang. Ja. 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 Ja, precies. Oké, dus en dan kies jij gewoon wel stieren die eigenlijk wel aan die plus 10 minimaal voldoen. Ja, nou, eigenlijk komen we niet bij anderen uit. Nee. Want dan passen ze dan niet in jouw... Dan passen ze niet in het beeld waar we voor ogen hebben. Nee. Want we moeten daar gewoon in vooruit. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, Gerard, jij hebt natuurlijk... Er worden gegevens verzameld op jouw bedrijf. We hoorden Wietse al zeggen van ik ben heel streng, ik ga selecteren. Bij efficiëntie, zeg maar, gewoon voerefficiëntie op 106. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, wij zijn ook, hebben eerst eigenlijk even een jaar lang ongeveer gekeken naar de cijfers die eigenlijk uit die opnameproeven kwamen. Dat is deze grafiek, hè, voor jouw bedrijf? Ja, dat is de grafiek van ons bedrijf. Ja, wat je dus ziet, wij zijn in 2019 begonnen met de opnameonderzoek. Ja. En ja, ik denk, weet je, we zullen eerst maar eens kijken wat er uitkomt. Ja. We zijn even, nou, ik ben gewoon gezond kritisch, dacht ik daarin. Ja. Toen kwamen toch wel behoorlijke verschillen aan het licht. En hebben we gewoon gezegd, we gaan daarop insteken en bewust stieren gebruiken die... Dat was in 2020, zeg maar, dat je daar medio 2020, medio. En toen zijn we ook naar de koeien gaan kijken. Mm-hmm. Van, in 2019 hebben we ook alle DNA bepaald van de moederdieren. En het jongvee doen we gewoon altijd. Ja. Toen zijn we gaan fokken op efficiëntie. Dan zie je dus in 2021... ergens zo'n medio 21 komen de eerste kalveren daarvan. En dan zie je dus eigenlijk de genetische aanleg ontwikkelen. Ja, ja, dat gaat toch wel rap. Nou. Ja, toen wij door hadden dat dat toch wel gigantische invloed had. En er staan gelukkig, hè, wat Pierre ook zegt, genoeg stieren in aanbod die echt positief vererven op efficiëntie. En dan stijg je in twee jaar gewoon even 3,5 punt voerefficiëntie. Ja, precies. En dat is wel leuk. En ik hoop dat we nog veel verder mogen stijgen. Want als je nu gaat berekenen wat natuurlijk de financiële consequenties zijn en de voordelen. Ja, dat is enorm. Dus dat motiveert natuurlijk om daarmee door te gaan. En wij weten hoe we die proeven doen. Het zijn gewoon zeer betrouwbare proeven. Dus die cijfers, daar kun je gewoon van uitgaan dat het echt klopt. Ja. 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 Die liegen niet. Nee. Nee, die liegen niet. Dat is echt hard. Ja. 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 Je wilde wat toevoegen, Joris? Ja, ik vind dat deze grafiek wel heel mooi. Het brengt heel mooi inzichtelijk. Van kijk, zolang er geen focus op is, dan is het gebeurt er weinig. En dan kabbelt het wat de ene jaar wat beter dan de andere jaar. Dat Gerard op een gegeven moment zegt van oké, ik moet eerst wel even overtuigd worden. Dat is natuurlijk de ideale kandidaat om overtuigd te kunnen worden. Precies. Dat we de proeven daar doen. Maar dan kan er echt wel veel gebeuren. Ja. En dat geeft dit plaatje wel heel mooi aan, denk ik. Ja. Dat met de juiste focus, en er zal nog wel andere kenmerken noemen ook, waar het hem naar kijkt verschijnen. Zeker. Met de juiste focus zijn er echt wel mogelijkheden. Ja, ja, zeker. Wij kijken natuurlijk ook naar levensduur, naar poten, uier. Ik bedoel, dat is zeer belangrijk, hè, dat die koe daar gewoon lang mee kan doen. Die melken met een robot ook, geloof ik. De melken met een robot, dus ze moet ook robot geschikt zijn. Dat soort voorwaarden zitten natuurlijk ook aan. Ja. Maar dat is allemaal wel mogelijk met de stieren die nu goed scoren op efficiëntie. En hou je dan ook een ondergrens aan? Wij hebben geen harde ondergrens, omdat ik alle factoren meeneem. Ja. Maar ze moeten toch wel minimaal 105 zijn. Eigenlijk wel. Dus, en hoger. En, liefst dan hoger. Ja, precies. Dan gaat het sneller. Idealiter. Ja, zo is het inderdaad. Hè? Ja. Nou, noemde jij net al dat eigenlijk aan de buitenkant dat je het nauwelijks kunt zien. Hè? Of dat hoe de efficiëntie van koeien is, zeg maar. Ja. Als jij nu een nieuwe groep fazen weer in de groep bij de voerbakken steekt, zeg maar, doe je dan voor jezelf nog wel eens een keer zo even van welke zouden dan goed scoren? Tuurlijk. Kijken wij naar de mooiste fase van wat zullen die doen. Dus we zijn altijd heel erg benieuwd. Maar we zijn er wel van bewust dat het toch altijd wel een verrassing, zowel positief als negatief kan zijn. Dus een hele mooie gezonde fase, die gewoon 40 liter melk geeft, dat zegt niet altijd dat ze een hele hoge voerefficiëntie hebt. Nee, we krijgen twee vaarzen in beeld als het goed is. Hè? Ja, die zijn niet van jouw bedrijf dan. Maar... Nee, deze niet van ons. Bij ons zijn ze op stal het jaar rond. Om zeer betrouwbaar die vooropname te doen natuurlijk. Ja. In de weide is het nog moeilijk om dat goed te meten. Dit zijn twee mooie vaarzen. Ja, en Joris, als je deze dan ziet, wat zou je dan eigenlijk denken? Ja, ik heb de oefeningen die Gerard net noemde ook al wel meermaals gedaan. Ja. Dus ik ben me er ook van bewust dat het heel erg moeilijk is. Ja. Dat je het eigenlijk niet kunt zien. Nee. Maar ik heb wel de ervaring, als je veehouders deze oefening op een van die testbedrijven laat doen, dan zijn veel veehouders geneigd om naar de linkse vaart te gaan. Stel dat de dagproductie evenwaardig is, en dat geldt bij deze, dan zijn de meeste veehouders geneigd om naar de linkse vaart te gaan. Die vertoont net iets meer melktype, die andere iets meer rondingen, iets meer conditie. Dan denken ze, oké, die linkse gaat wel efficiënter zijn. En ik weet niet wat dat Pierre ervan denkt, waar uw keuze zou liggen. Ah, inderdaad, op die bewegingen zou ik kiezen voor de linkse. Ja. Ja. Maar dit zijn de cijfers.
Ja. De bijzondere. Ja, en die verrassen dan toch wel weer eigenlijk. Ja, zeker. En zo zie je dus veel meer voorbeelden. Veel meer voorbeelden, ja. Dat een goede stevige koe, ook tweede kalfs koe ook, die mooi breed is. En ogenschijnlijk wat minder melktypisch, maar best een goede productie hebt. Veel efficiënter kan functioneren. Dus aan de buitenkant kun je het niet zien? Nee. Klopt. Heb je onderzoek nodig natuurlijk. Hè? Als je dan onderzoek hebt en doet, Joris, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk wat toplijstjes. Hè? Zo zijn er ook binnen de stieren wat toplijstjes te maken van stieren die hoog scoren. Je wilde er even een paar laten zien, hè? Ja, klopt. Ja. Dit zijn de toplijstjes bij zowel roodbont als zwartbont. Wat jonge schieren, wat dochtige testenschieren. Nu, eigenlijk, bij aanvang wil ik er al van vertellen van wat we net ook gezien hebben aan die dieren. Wat Gerard ook al noemde, je kunt het van buiten niet zien. Geldt eigenlijk ook voor de stieren. Ja. Het is niet dat één type stier altijd hoog scoort vervoerefficiëntie en een ander type niet. Nee. Ik heb daar twee voorbeeldjes uitgelicht. De eerste is Rodi, Alsorst Rodi. Dochtergeteste stier, roodbonte stier, en eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe dat kan. Nu, wat typeert Rodi? Hij fokt niet te groot, hij fokt eerder ietsje kleiner. Dus voor veehouders dat zeggen van de koeien worden te groot, is het een heel interessante stier. En daarnaast veel breedte. Ja. Heel correct gebouwd, sterk gebouwd, veel breedte in die voorhand. En qua conditie ook een positieve conditiescore dat deze stier vererft. Vanuit de praktijk horen wij heel gunstige geluiden van veehouders die dat zo blij zijn met de Rodi's, vooral omdat vlotte, vriendelijke, gemakkelijke te managen koeien zijn. Ja. Gemakkelijk in de melkzaal, vlot ontvoeren, ik noem maar op. Het zijn eigenlijk gewoon hele handige koeien. En daarnaast, wat het wel eens gedacht wordt, ik noem het straks al gauw in de tere koetjes, deze bewijst het tegendeel, denk ik, dat dit ook kan. Qua gezondheidskenmerken zit hij op een fenomenaal hoog niveau. Ja. En hij scoort daarbij plus 14 voor CRV-efficiëntie vanuit een nette inet, geen een extreme inet, maar wel een hele nette inet. Met 1000 liter melk? Hij zit op een ruim 1000 liter melk met ongeveer vlakke gehalte, misschien een klein plusje voor eiwit. Maar voor voerefficiëntie op 109, dus dat betekent toch wel dat Rodi 1 die breedte en die kracht en die gemakkelijke koeien kan fokken, en dat dan toch dieren zijn die daar bijzonder efficiënt omgaan met het voer. Jij gebruikt veel roodbonte stieren, hè? Of tenminste, je bent van ouds een roodbont bedrijf, Pierre. Klopt. Gebruik je Rodi? Ja, wij gebruiken Rodi. En dat is een stier inderdaad die opvalt, omdat hij wel efficiëntie scoort, zonder dat hij heel hoog in zijn inet zit. Mm-hmm. En de omschrijving van Rodi past denk ik heel mooi bij die rechtse vars op de vorige dia. Ja. Dat je een ronde vars hebt, echt een boerenvars, en die dan zo gunstig scoort. Ja, dat is wel het type dier waar je wel warm voor loopt. Ja, waar je heel enthousiast van wordt. Ja. Ja, absoluut. Je zoekt dan misschien soms ook nog eens iets hogere productie. Maar ja, deze heeft dan wel die efficiëntie weer een grote plus. Nou, inderdaad. Ja, het totale verhaal moet inderdaad kloppen. Ja. Nou, en deze die springt er vanwege die voerefficiëntie ontzettend goed uit. Ja, ja, en precies. Toch die efficiëntie. Ja, ja. En als je dan kijkt naar, je wilde nog een stier benoemen, Joris. Net om aan te geven dat inderdaad er best verschillen zijn. Woody is een iets ander type stier. Hij is een stier die dat vooral, als je gaat kijken naar frame kenmerken, toch wel forse ontwikkeling fokt. Hè. Groter fokt, een beetje massaler fokt. Daarbij wel veel melktypen. Hè, terwijl we Rodi net zeggen van oké, een beetje die kleine, bredere, een beetje die rondere dieren. Gaat hij wel heel mooi de combinatie weten te maken van melktype, kracht en ontwikkeling. Ja. En daarbij een gigantisch hoge productieruimte. Ruim 2000 kilo's in zijn melk aanleggen. Een inet van boven de €500 zien jullie staan op het scherm. En wel een stier die dat qua exterieurvererving heel veel mensen kan bekoren. Is heel, heel compleet. Ja. Je ziet ook, dat is prachtige dochter. Ook. Ja. Prachtige dochter die had hier op de foto staan. En fokt daarbij uitmuntende uiers, goede benen. Eigenlijk echt wel dieren die daar vanuit het gedachte melktype heel mooi in balans gemaakt zijn. Ja. De eerste zijn nu volop af aan het kalven. Hè, dus Woody is een stier geweest die dat als insider topstier altijd via de webshop vermarkt is. Ja. Heeft nooit op de stierenkaart gestaan. Okay, nee. Toch bij veel mensen wel kansen gekregen. En de geluiden uit de praktijk van de dochters dat nu afkalven, die zijn bijzonder gunstig. Dus wij hebben er alle vertrouwen in om deze stier bij volgende indexruil wel bij de dochtergeteste stier in het aanbod op te nemen. Terug, en hij scoort dus ook heel netjes, vervoerefficiëntie 107. Ja. Een beetje een ander type stier, en dat wil ik er eigenlijk mee aangeven, van je kunt eigenlijk binnen uw fokdoel, wat het uw wensen nog zijn als veehouwer, je gaat altijd wel stieren vinden die dat zich ook op voerefficiëntie weten te onderscheiden. Ja, precies. Ja. Nou,
krijgen wij, dus wat ik zei al, wat lezersvragen hebben we binnen gehad. En daar zaten meerdere vragen bij die zich toespitsten op weidegang en vers gras. Hè. Men zegt, van, ja, de onderzoeken die gedaan worden, die zijn vooral gedaan met koeien die binnen blijven. Mm-hmm. Maar op het moment dat die koeien nu naar buiten gaan, dat ze veel vers gras op moeten nemen. Wat is daar dan het effect van? Hè? Ik zal even een paar vragen laten zien. Er zijn zo even twee vragen die we binnen hebben gekregen. Wat is daar dan het effect van dat grasvoeren? Ja, maakt dat het anders? Maakt dat het anders? Uiteindelijk, kijk, we hebben nog geen harde data over vers gras opnemen. Nee. Want we kunnen moeilijk een koe die daar in de weide zelf weer gras gaat halen, gaan meten van hoeveel gras... De opname is moeilijk, hè? Meet moeilijk. We hebben wel de ervaring, hè, die dat Gerard dat net benoemde, met die proef wat hem gedaan, krachtvoer wat terugschroeven. We hebben wel algemeen op alle bedrijven de ervaring dat efficiënte koeien ook heel efficiënt omgaan met ruwvoer. Mm-hmm. En heel mooi dat Geras dat zo praktisch heeft een keer uitgetest, ook wat dat bij hem werkte. Ja. En we zien natuurlijk op die vijf bedrijven, de bedrijven meer in het zuiden, meer richting mijn thuismarkt, richting Vlaanderen, en een ander aantal veehouders wat meer richting noorden, daar zijn ook weer verschillen in rantsoensamenstelling ook. Ja. Wat Pierre ook noemde, het rantsoen is één ding en de genetische aanleg is een ander ding. Maar wij zien, als je nu kijkt in het zuiden, toch iets meer, denk ik, vanuit maïsproducten, grondstoffen, energie, gedreven rantsoenen. Nou, er zullen ook wel bedrijven zijn waar graskuilen een belangrijker aandeel in voer. En we zien eigenlijk ook vanuit die metingen dezelfde effecten, dezelfde bewegingen. Dus hoort daar een andere koe bij weidegang qua voerefficiëntie, denk ik, dat wij wel kunnen zeggen... Dat de koeien die in de weide hun voer gaan opnemen, dan ook efficiënt zullen zijn. Alles wijst daarop. Ja. Qua stierkeuze hebben we natuurlijk wel andere parameters. Dus wij proberen wel in ons stieraanbod, hebben we intussen een kopje grazing. Hè, kunnen de mensen zien aan de paar grasprietjes die daar achter bepaalde stieren zijn. Ja. En daar kan het wel aan te bevelen zijn om te kijken van oké, wat kenmerken zijn er nu belangrijk binnen een grazingsysteem of voor veehouders dat zeggen van ik wil absoluut 100% inzetten op beweiden. Ja. En dan komen kenmerken als persistentie, genetische aanleg, verdochte vruchtbaarheid, beengebruik, die komen heel erg aan bod. Dan persistentie ook, heb ik misschien het al genoemd. Ja. En daar kijken we dan ook wel naar van oké, wat type koe hebben die mensen nodig? Hè? Die willen niet graag van die hele hoge dieren die dan misschien te scherp zijn in de voorhand. Hè? Dus het moeten wel dieren zijn die dat qua hoogtemaat voorhand netjes in balans gemaakt zijn. Maar daarbinnen kun je dan nog de meest efficiënte stier kiezen. Ook daarbinnen zullen we zien, Rodi was daar een mooi voorbeeld van, denk ik. Dat is absoluut een grazingstier. Die dat dan toch op dat vlak wel heel efficiënt, heel goed scoort voor voerefficiëntie. Ja. Hoe zie jij dat, Pierre? Want jij doet ook aan weidegang op jouw bedrijf. Hoe kijk jij tegen die zaak aan van voerefficiëntie en veel weidegras? Dus vraagt dat inderdaad een ander type koe of kun je dat wel doorvertalen naar elkaar toe? Nou, het type koe, daar kan natuurlijk een kleine verschuiving in zitten, wat Joris net aangeeft. Maar qua efficiëntie blijft het verhaal hetzelfde. In de zin van dat de koe die efficiënt met voer omgaat, die doet ook met weidegras. En dat kun je dan eigenlijk al langs het rantsoen zien. Want je hebt natuurlijk ook het rantsoen wat invloed heeft op je rantsoen, of rantsoenefficiëntie. Maar het zijn eigenlijk twee zaken langs elkaar. En eigenlijk moet ik geen van mij willen missen. En die fokkerij ook niet, want het is een ketting. Ja. En de kracht wordt bepaald door de zwakste schakel. Dus het zou heel jammer zijn als je op een rantsoen heel erg focust. Ja. Om dat zo goed mogelijk te doen. Of door bijvoorbeeld vers gras heel goed wilt gaan benutten. En vervolgens op de fokkerij die efficiëntie vergeet. Want dan doen we zelf gewoon tekort. Ja precies. Ja. Dus jij zegt van nou, ondanks dat ik veel rijd, dat hoeft voor mij geen, heeft dus voor mij geen invloed. Die voerefficiëntie, die kan ik gewoon daarin één op één meenemen. Ja. Oké, mooi. Als je meer met voerefficiëntie doet, en jij hebt het al een paar keer benoemd, Pierre, dan heeft dat ook financiële gevolgen natuurlijk. Hè? Maar Joris, kun je daar misschien ook in algehele zin wat van zeggen? Wat doet een hogere voerefficiëntie met bedrijfsresultaat, financieel gezien? Ja, dan kunnen we eigenlijk teruggrijpen op de uitleg net van de fokwaarden. Hè? Ja. He, dus wat gebeurt er nu? Stel dat je nu als veehouwer zegt van oké, ik ga vandaag de dag stieren gebruiken die dat gemiddeld fokwaarde van 104 hebben voor voerefficiëntie. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Hè? Ik denk dat 106 ook haalbaar is, maar ga nu even uit van 104. Dat betekent dat die dochters van die stier dus 2% efficiënter omgaan gaan met voer. Dus 2% meer melk kan produceren met gelijkblijvende hoeveelheid voer, met gelijkblijvende voerkosten. Ja.
Wat betekent dat dan op een bedrijf dat een dag van vandaag ongeveer op een rollend jaar gemiddeld zit van 10.000 kilo's meetmelk? Ik denk dat heel veel veehouders dat een dag van vandaag al halen, want we spreken hier over meetmelk. Dat die dieren zonder extra voerkosten naar 10.200 gaan. Ja. Dus eigenlijk krijg je 200 kilo's melk, is het vooral gewoon... Extra. Ja, extra erbij, zonder extra kosten. En bij een melkprijs van 50 cent... als we daar nu even mee tellen, en ik denk vandaag de dag en ook de voorspellingen, dan is dit zeker niet hoog gegrepen, hè, want we spreken toch wel van melkprijzen die dat van een gigantisch hoog niveau komen. Ja. Ja, dan betekent dat voor een veehouder met 100 koeien toch gewoon een netto vooral van 10.000 euro. Eigenlijk zonder extra input, 10.000 euro extra ontvangen, dat is toch wat Pierre net noemde, van het is misschien de iets langzamere weg, hè, die natuurlijke generatie, maar de volgende generatie dieren, daar zit heel veel winst. Ja. En niet te onderschatten, ook in het kader van heel de politieke discussie en de wetgeving rondom uitstoot, CO2, methaan, stikstof, gaat dit de sector wel helpen. Dat is natuurlijk misschien voor veehouders niet direct van, wat is dit voor mij, maar voor de sector, denk ik ook nog wel een belangrijke. Maar ik denk, dit is ook wel het financiële aspect, is natuurlijk voor boeren het belangrijkste. Nou ja, dat maakt uiteindelijk voor jezelf wel het verschil natuurlijk. Toch Gerard, of niet? Zeker weten, ja. En ik denk zelf ook dat het vervolg hierop nog, het zal wel veel verder gaan, die onderzoeken. Want hier staat ook daling van methaan als stikstofuitstoot. Ja. Ik denk dat daar toch wel winst te behalen is, enorme winsten. En als we dat aan kunnen tonen als sector, van ja, hoor eens even, we stoten veel minder uit als ooit berekend is. Ja. Dan, is dit dat zijn alleen, cijfers. Ja. Dit zijn cijfers, die worden echt gemeten. Dus dat is alleen maar mooi om daarin een vuist te maken. Ja. Ja. Nou zat ik net nog even aan dat weidegras te denken. Hè? Want ik kom dat ook wel regelmatig tegen in de praktijk, dat mensen daarover hebben. Weidegang en weidegras. Joris zegt ook al, daar wordt nog niet echt aan gemeten. Ik zie een kans. Jij bent nogal nieuwsgierig. Vers gras voeren aan die koeien? Misschien door stal voeren? Wij kunnen niet bewijden door de ligging van ons bedrijf. Dus wij kunnen optimaal die onderzoeken doen. Hè, het voerwegen. Maar toch, we hebben al een paar experimenten gedaan. Door groengras te mengen in het rantsoen. Ja. En dat gaan we zeker nog vaker doen. Okay. Praktisch is het wat lastiger. Wij hebben ook een automatisch voersysteem. Oh, ja. Maar we gaan daar zeker wat meer op focussen om minder stikstofverliezen te hebben in het rantsoen. En misschien ook te kijken wat dan het effect nog is. Daar kunnen we ook direct zien wat het effect is bij de testgroepen. Ja. Meten is weten, toch? Ja, zeker, absoluut. Oké, leuk. We hebben het over financiële resultaten gehad. Hè? En eigenlijk is al een paar keer gezegd van het fokken op voerefficiëntie, dat kan eigenlijk iedere veehouder, Joris. Ja. Ja, dat is altijd mijn stelling. Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat voor iedere veehouder hier kansen liggen. Mm-hmm. Absoluut. En dat kan heel eenvoudig, of je kunt er proberen van er gewoon maximaal op in te zitten. Ja. Maar iedere veehouder heeft vandaag de kans om voerefficiëntie, de aanleg voor een betere voerefficiëntie binnen zijn veestapel, om die te verbeteren. En ik adviseer je ook om dat te doen, want waarom zou je het niet doen? Je kunt dat nu gaan verankeren in je veestapel. Je hoeft niet af te wijken van je andere wensen. Nee. Je kunt alvast proberen te verankeren in je veestapel, want voor iedere veehouder gaat dit ooit spelen. Ik heb het straks verteld, het is al veel meer aanhangen dan dit verhaal vertellen. Dus bij veel veehouders speelt het al, bij degene waar het niet speelt, van ja, oké, wat let jou om er in ieder geval vandaag aan te beginnen. Ja. Fokkerij is een lange weg, wordt er wel eens gezegd. Ja, ik zeg altijd, dat is de reden om er vandaag mee te beginnen. Langer dat u concreet, hoe eenvoudig kan het eigenlijk? Heel eenvoudig in een drietal stappen. Hè. Kijk, voor veehouders dat zeggen van oké, ik wil er vanaf nu wel wat rekening mee gaan houden, maar hou het simpel. Ja. Ja, je kunt in principe bij een stierkeuze al gaan letten op de CRV-efficiëntie-index, wat dat onder andere Pierre doet. Ja. Binnen die keuze dat je dan maakt van stieren, nog een extra verdiepingsslag aanmaken, waar ik Gerard van moet vertellen, ik zoom ook nog wat dieper in op die fokwaarde voerefficiëntie. Ik ga dan op zoek naar de stieren dat u passen, maar die dat op die kenmerken al hoog scoren in ieder geval, of hoger scoren. Dat is heel eenvoudig. Ja. Dat kan iedereen ten dag van vandaag. Dat is gewoon stierkeuze, pak de wat hogere binnen jouw groep. Ja, dat is helemaal niet moeilijk. Tweede puntje is, we hebben sinds ruim een jaar hebben we het ook geïntegreerd in ons stieradviesprogramma. Ja. Wat betekent dat concreet? Dat je ook aan de vrouwelijke kant al probeert er iets meer mee te doen. Oké, welke koeien hebben nu kans, genetisch gezien, om hoog te scoren op voerefficiëntie, om op lager te scoren? Veel factoren zijn daarvan afhankelijk. En daar proberen eigenlijk in de stierkeuze, in de match met de stierkeuze, ook al iets meer
rekening mee te houden. Ja. Dus dan brengt al meer focus aan. Dan ga je ook aan de vrouwelijke kant kijken. Bijvoorbeeld dat je kijkt op welke koeien je gebruikskruising. Ja, dat pakt op dat vlak ook dat stukje voerefficiëntie al mee in. Dat je een mindere koe eigenlijk al niet meer gebruikt om. Dat een koe die daar heel laag scoort op voerefficiëntie, inderdaad een grotere kans heeft dat ze gebruikskruising geadviseerd heeft. Ja. Of ze moest op die andere vlakken dan wel heel fenomenaal hoog. Maar stel of in ieder geval een stier geadviseerd krijgt, die dat dan heel hoog scoort. Ja, om dat wel te verbeteren. En dus dat is een tweede stap, dat kan nu, dat brengt nog wat meer focus aan, zeg ik altijd. Hè. Nee, niet alleen om de stierenkant, maar iets meer focus aanbrengen door het in een stieradvies mee te brengen. En de derde, en die voegt echt heel erg veel toe, voor de deelnemers die dat vandaag de dag al hun jongvee en hun koeien op genomics getest hebben, is dat absoluut een meerwaarde. Voor anderen die dat zeggen, ik wil echt stappen zetten in voerefficiëntie, echt het overwegen waard om te starten met genomic selection. Ja. Om eigenlijk de genetische aanleg van uw jonge dieren, om die werkelijk bloot te leggen. Want het is natuurlijk, hè, we kunnen via stieradvies proberen, maar om de vrouwelijke kant, hè, we hebben nu een fokwaarde ontwikkeld op basis van alle data, om de stierenkant is die best al betrouwbaar, er zijn er heel veel gegevens inzichtelijk. De vrouwelijke kant blijft daar nog wel een beetje een grijze zone. Ja. Je kunt uitgaan van de vader, de verwachtingswaarde van vader en moeder, maar van die oude genetica is er nog weinig werkelijke data bekend. Ja. Dus dat is nog wel een beetje een grijs vlak. Dus wilde echt hele grote stappen zetten, overweegt ook stap 3 fokken op maat. Ja. Dus het kan alle drie, veehouders kunnen de keuze maken. Ja, hoe snel wil je? Ja. Ja. Of welke kosten wil je ervoor maken? Maar ja, precies. Voor iedereen kan het in ieder geval. Voor iedereen kan het, ja. Ja. Ja, precies. Oké, ja, dat brengt ons eigenlijk al een beetje aan het einde van het thema, hè, wat we wilden bespreken, voerefficiëntie. Er is nog veel meer over te vertellen. Daar raken we vanmiddag helemaal niet over uitgepraat, denk ik. Maar goed, ze krijgt op een gegeven moment, zeker op een later moment, nog wel eens een vervolg. Dit webinar is ook later nog weer terug te kijken. Dus u als kijker krijgt daarvan ook nog een link toegestuurd. Dan kunt u het geheel nog eens een keer terugkijken. En waar ik mee wil afsluiten, en dat doe ik eigenlijk altijd, dus dat is een beetje een gewoonte inmiddels, maar met de tafelgasten om nog even één boodschap mee te geven. Van wat zou je de kijkers die dit mee hebben gekeken nog mee willen geven op basis van het thema voerefficiëntie? En ik begin met voorstellen, ben ik bij jou begonnen, Gerard. Dus ik stel voor dat ik nu bij Pierre begint. Wat zou je de kijker nog mee willen geven? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf een beeld te brengen voor je bedrijf, hoe de efficiëntie is. En daarmee kun je dus op korte termijn kijken naar het rantsoen. Maar zeker die fokkerij meenemen, want dat is een hele makkelijke schakel, de eenvoudigste schakel om op te pakken. Ja, ja. Oké. Okay. Want het thema is ook voer voor boer. Dat was ook een beetje bedoeld om wat inspiratie mee te geven. Om nog eens op te herkauwen, Joris. Hè? Ja. Wat zou jij de veehouder mee willen geven? Ja, ik wil ze meegeven eigenlijk mijn laatste uitleg. Iedereen kan de dag van vandaag fokken op voerefficiëntie. En pak uw kans. Ja. Ga het alvast verankeren in uw veestapel. Op de manier die dat u past. Ja. Oké. Okay. En goed. En Gerard, als laatste. Ja, ik zou alleen maar adviseren van blijf focussen op je fokdoel en op jouw toekomst van je bedrijf. En kijk daar goed naar en gebruik daar de juiste stieren bij. Waarin je voerefficiëntie dus meeneemt? Ik denk, voor ons bedrijf is dat enorm belangrijk, voerefficiëntie. En ik denk, ik kan me niet voorstellen dat het voor een ander bedrijf niet belangrijk is. Gezien de tijd waarin we zijn met hele hoge voerkosten, is dat heel erg belangrijk. Ja. Ja. Nou, ik stel voor dat we daar het webinar ook mee afsluiten. Dank voor jullie aanwezigheid. Bedankt ook kijkers voor het volgen hiervan. We hopen dat het u wat stof tot nadenken heeft gegeven. Ook wat voorbeelden hebben benoemd die u ook verder kunnen helpen. Als er vragen zijn, ik zou zeggen, richt u ook tot de mensen van CRV. Die denken graag mee. Voor nu, nogmaals, dank u wel en graag tot de volgende keer.